Welkom bij deel 12 van de cursus Filatelie, waarin meer over stadspost en persoonlijke postzegels. U aangeboden door de Helderse postzegel en muntenhandel. PC-post is een algemeen begrip in Den Helder. Weinigen echter weten dat dat ooit allemaal begonnen is met centrumpost, opgezet door de heer Barneveld uit de Schoolstraat. Rob Pesy nam in 1970 de centrumpost over van de heer Barneveld. Dit scoutingzegel dateert uit 1994 en is uitgegeven ter gelegenheid van de World Jamboree, gehouden in 1995 te Dronten. In 1987 besloot een Helderse scoutinggroep om kerstkaarten te gaan bezorgen. Tijdens de drukke feestmaanden kon de stadspost best een extra handje hulp gebruiken. Al gauw brachten de scouts alleen in de decembermaand al 30.000 poststukken rond. In eerste instantie gebruikten zij alleen een scoutingstempel. Al ras volgden er de mooiste postzegelontwerpen, welke ons de leuke en leerzame kanten van de scouting tonen. In de vorige eeuw had de PDT een monopoliepositie in het rondbrengen van poststukken. Een klein hiaat hierin was de bezorging van drukwerk. In de 21ste eeuw is de postbezorging een vrije markt geworden. Door de concurrentie met de stadsposten werd de postmarkt opengebroken. Of we daar achteraf blij mee moeten zijn, valt te bezien. Het leverde in ieder geval veel leuke postzegeltjes op. In de jaren 70 werden er in verschillende steden stadsposzegels uitgegeven, met als afbeelding Klein Duimpje en de Grote Reus. Van de meeste postzegeluitgiften zijn ook fraaie eerste dag enveloppen te vinden. Stadspost Apeldoorn had een goede neus voor commercie en gaf postzegels uit onder andere ter gelegenheid van het behalen van de Europa Cup door Feyenoord in 1970. We zien hierop de doelpuntenmakers Rinus Israël en Over Tjintvol, als ook de cup met de grote oren. Oude tijden herleven met Art Schenk en Casey Verkerk op het WK te Oslo in 1970. De nummers 1 en 3. Van een recentere datum dit fraaie blokje stadsposzegels, ter gelegenheid van de verloving van Willem-Alexander en Maxima op 30 maart 2001. Stadsposzegels vind je van de meeste grote steden in Nederland, zoals deze van Utrecht. In de vorige eeuw mochten personen bij leven niet afgebeeld worden op een postzegel, uitgezonderd de leden van het Koninklijke Huis. Een uitzondering hierop werd gemaakt voor vadertje Drees. Hij was inmiddels over de 100 en het werd hoog tijd om hem te eren met een postzegel. Nu was het hek van de Dam. En al gauw hadden we postzegels met beroemde sporters. Niet zo'n gelukkige keuze, omdat sommige sporters, naar later bleek, op dopinggebruik werden betrapt. Andy Warhol zei het in 1968 al. In de 21ste eeuw zou iedereen een kwartiertje beroemd kunnen zijn. En ja hoor, zelfs een eigen postzegel kunnen hebben. Eerst nog als stapje aan een postzegel, maar nu met je postzegel op een postzegel. Of bij een speciale gebeurtenis, zoals de geboorte van je eerste kleinkind. Er is een speciale reeks persoonlijke postzegels van Den Helder. Elk jaar komt er eentje uit. Maar ook grote evenementen worden op deze wijze onder de aandacht gebracht. Zoals Den Helder kust de zee, met een prachtige eerste dag enveloppe van de Clipper Around the World Race in 2012. Of Den Helder 200 jaar na Napoleon in 2011. Er bestaan varianten zonder en met waardeinschrift. Waarschijnlijk de enige tot nu toe in Nederland. De sale 2013 was een ongekend succes. Ondanks het slechte weer kwamen er 300.000 bezoekers op af. Ook hier een zegel met en zonder waardeinschrift. De porto is inmiddels al gestegen naar 54 cent. Onze filmpjes zijn te zien op www.filateliehpz.nl. Persoonlijke postzegels zijn er met de meest uiteenlopende thema's.
Je kunt ze dan ook op deze manier verzamelen, met als motief kerstzegels, Walt Disney of zoals deze ter gelegenheid van 80 jaar NVPH, de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Hey Bodie, onze jongste verzamelaar. Dag mevrouw, tot de volgende keer. Dit is alweer het einde van deel 12. Graag zien wij je terug bij deel 13, waarin meer over combinaties en automatenboekjes. Doei!